Weet ik nou of dit er leuk uitziet? Nee. Hallo, welkom bij een nieuwe video. Geen nieuwe vlog. Mijn naam is Gwen. Leuk dat je kijkt. Logo in beeld. Explosie, explosie, sensatie, vuur. Let's go. Laten we afspreken. Ik heb gisteren gezegd dat ik alle vragen ga beantwoorden. Ik heb niet de leukste uitgezocht. Het gaat voor mij ook een verrassing zijn. Ik ga er gewoon doorheen. Wat is je favoriete vakantieland? Indonesië. Mag ik geen foto van je voeten? Natuurlijk mag je geen foto van mijn voeten. Hou je van Hawaii pizza? Ja, ik hou van Hawaii pizza, maar ik bestel het niet zo vaak. Wat is je lievelingskleur? Turquoise. Ik zou je doen. Thanks. Heb je wel eens dingen gedaan waar je zelf niet achter stond? Nee, eigenlijk niet. Maar het is wel zo dat de dingen waar ik 10 jaar geleden achter stond, misschien nu denk, ja, had niet echt gehoeven. Wat is de meest ultieme viral ooit? Dat meisje die gaat zingen, denk ik wel. Fuck. Wat is je top 3 lievelingshondensoorten? Oké, dit neem ik heel erg serieus. Nummer 1 Engelse bulldog, want die heb ik zelf eentje gehad. Ik denk op 2 Newfoundlanders en op 3 St. Bernards. Waarom ben je begonnen met YouTube? Waarom ik ben begonnen? Ik ben samen met BNN begonnen met YouTube om te kijken en te experimenteren. Dat was het vooral in het begin. Welk land wil je graag nog een keer bezoeken? Oh jongens toch, ik heb... Oh, de lijst is oneindig. Maar Nieuw-Zeeland en Argentinië zijn er 2 die ook misschien wel snel gaan gebeuren. Ik ga volgende week voor het eerst naar Brazilië. Over 2 weken. Waar val je het meest op bij mannen? Shout-out naar je vriend. Waar val ik het meest op? Oké, laat dit even duidelijk zijn. Waar ik op val bij een jongen of bij een man is als je elkaar aankijkt en denkt yes. En dat maakt niet uit hoe diegene eruit ziet. Dat maakt niet uit hoe groot diegene's neus is, hoe groot diegene zelf is, wat voor huidskleur diegene heeft. Als je dit hebt, dit, chemie, dat is het. Dus ik heb niet echt een type qua haarkleur of weet ik veel wat. Het moet gewoon kloppen en dan klopt de rest ook. Een avondje goede seks of een avondje uit het Eindhoven? Nou, het eerste. Wat een hele rare vraag is dit. Iemand vraagt, waarom doe je zo moeilijk voor mensen met een voetfetish, terwijl je er zelf onderzoek naar hebt gedaan? Ik ben daar onwijs ruimdenkend in, maar dat wil niet zeggen dat het oké is dat mijn inbox volstroomt met mensen die geilen op mijn voeten en dat uiten. Weet je, het is niet mijn fetish. Zouden we je mee willen doen met Expeditie Robinson? Nee, nu niet. Ik ben al best wel vaak gevraagd, eigenlijk ieder jaar. En ik durf het niet. En ik denk gewoon dat het niks voor mij is. Welke studie heb je gedaan? Ik heb 2 jaar geprobeerd HBO communicatie te doen, heb ik niet afgemaakt. Wat vind je leuker, tv of YouTube? Kijk, ik vind het zo leuk dat met YouTube dat ik meer interactie heb. Dus die vlogs worden steeds beter bekeken. Alles wat ik online doe, daar komt meer van terug. En ik heb het gevoel als ik een live uitzending van spuiten en slikken doe, dat dat een beetje een muur is. Dat het heel veel inrichtingsverkeer is. En ik heb het gevoel dat dit langer blijft leven. Ik denk toch YouTube, omdat ik denk dat ik dat langer blijf doen. Wat maakt mij mezelf? Nou, ik denk dat ik overal wel echt mezelf ben, zoals ik nu tegen jullie praat. Zo sta ik voor een camera en voor een programma te presenteren of ben ik de gast in een spelshow. Want ik ben gewoon altijd zo zoals ik nu ben. Best wel druk. Heel veel praten. Wat vond je het leukste aan roadtrippers? Nou, ik heb roadtrippers gedaan samen met Boys van Stuk TV en met Shelly Sterk en met Tess Milne. En het allerleukste vond ik dat ik Tess en Shelly goed heb leren kennen. Heb je iets bereikt dat je vroeger wilde bereiken? Zoveel. Voor mezelf wonen, voor mezelf kunnen zorgen. Alle vrijheid die ik wil, kan doen en laten wat ik wil. Ik heb een leven voor mezelf gecreëerd met waar ik echt van droomde. Eigenlijk alles. Ben je gelukkig en wat is gelukkig voor jou? Oh, wat een lieve vraag. Ik ben gelukkig, maar ik ben niet altijd zo gelukkig als dat jullie zien. Ik wil op social media een realistisch beeld geven. Maar ik wil ook niet gaan zitten huilen voor een camera fucking random met jongens, ik heb zo'n kutdag. Dus ik merk dat mensen denken dat ik altijd vrolijk ben. Weet in ieder geval dat ik ook echt shit dagen heb. Gewoon shit weken. Gewoon dat ik alles in de fik wil steken. Bij wijze van spreken. Dus ja, ik ben gelukkig. Absoluut onwijs gelukkig. Geluk is niet iets wat je constant evenveel voelt. Ik deel heel veel dingen niet met jullie. Omdat ook sommige dingen privé zijn. Wat wil je nog bereiken in je leven? PS, ik ben een grote fan. Ik
zou zo ontzettend graag 100k subs op YouTube willen hebben. Dus bij deze, als je nog niet bent geabonneerd en je ziet deze video, abonneer dan eventjes. Want dat is voor mij een soort van allergrootste compliment. Dat je zelf helemaal op eigen kracht 100.000 mensen verzamelt. Ja, natuurlijk gaan er wel series hier komen. En dat ga je dat met een team doen. Maar gewoon op eigen kracht, je eigen kanaal. Dus, als je nog niet geabonneerd bent, doe dat dan nu eventjes. En daarnaast wil ik iets aan jullie vragen, want jullie leren mij nu een beetje beter kennen. Maar ik vind het ook wel leuk om jullie een beetje beter te leren kennen. Laat hieronder in de comments weten hoe oud je bent en waar je vandaan komt. Welke winkels shop je vaak kleding? American Vintage. Ik ben heel vaak bij Hudson's Bay, omdat ik daarmee samenwerk. Zara. Topshop. Lois. Heel veel kleding van Lois. Ja, veel vintage winkels ook wel. Heb je zelf iets van een gekke fetish of zo? Nee, niet dat ik weet. Hoe oud was je toen je voor het eerst drugs nam? Dat was voor spuiten en slikken. En toen was ik 24. Moet je nu niet bijkomen een weekje van alle festivals? Je hebt goed gezien dat ik deze zomer op superveel festivals ben geweest. En een deel daarvan was werk. En een deel daarvan was privé. Ik moet er absoluut van bijkomen, maar dat kan gewoon niet. Dit weekend ben ik niet naar Lowlands geweest. Onder andere om die reden. Ik kon daar ook niet naartoe. Maar ik heb het gewoon heel druk. En als ik het druk heb, kan ik dat niet met een feestje combineren. Drink je veel alcohol? Nee, eigenlijk niet. Alleen als ik uitga. Niet bij het eten. Welke talen spreek je? Ik spreek Nederlands en Engels. En een beetje Duits. Maar ja, dat is niet noemenswaardig. Hoe is het om beroemd te zijn? Ik vind het heel stom om over mezelf te zeggen dat ik beroemd ben. Ik dacht vroeger dat ik echt de shit zou zijn. Als mensen dan me op tv hadden gezien en dan... Oh yeah, weet je wel. Maar dat is helemaal niet waar. Ik werd er juist heel onzeker van. In het begin. Je weet gewoon niet hoe je gaat reageren als je herkend wordt. Het is gewoon heel gek. Ik vind het fantastisch dat er zoveel mensen kijken naar wat ik doe. Zodat ik allemaal coole dingen kan doen. Maar het is soms wel een beetje gek. Hoe vaak sport je in de week? In principe wil ik 4 keer in de week sporten. De realiteit is dat ik de afgelopen maanden sinds Pinksteren amper heb gesport. Op het circuit heb ik een lichte hersenschudding opgelopen. Zeg je dat goed? Ik heb last gehad van een hersenschudding, een lichte. Daardoor mocht ik niet sporten. Dat was eigenlijk maar 4-5 weken na Pinksteren. Vanaf die tijd kon ik mijn motivatie niet meer vinden. En nu vertrek ik maandag voor 2 weken naar het buitenland. En dan denk ik ook weer, ja, als ik dan nu ga sporten, kan ik daarna toch weer 2 weken niks doen. Ik ben lui. Het zit er gewoon even niet in. Heb je Zelda uitgespeeld? Oeh, gevoelig puntje. Nee, ik heb Zelda nog niet uitgespeeld. Maar zodra de zon niet meer schijnt, de bladeren gaan verkleuren, ga ik vol in Zelda. Is er ooit wat van je gestolen of kwijtgeraakt? Wauw. Wajo, kwijtgeraakt. Ik ben as we speak, zeg maar, mijn rijbewijs kwijt. Ik ben altijd iets kwijt. Wie vind jij de beste DJ? Benny Rodriguez. Hands down. Benny heeft ook op decibel gedraaid. Dus hij draait ook gewoon rave platen. Hij draait keiharde techno. Hij draait house. Voor mij is Benny Rodriguez of Rod of hoe je hem ook wil noemen. Hij draait onder meerdere namen. Oh, Benny. Ik vind je echt aardig. Ga zo door met wat je doet. Oh. Blijf zo doorgaan met wat je doet. Je bent een topper. Oh, ga je binnenkort trouwen? What? Wat is het tofste festival waar ik ooit ben geweest? Ja, dat is Feel Festival in Duitsland. 2 uur onder Berlijn. Daar was ik alleen met mijn vriend. Het was fantastisch. Heel veel aandacht aan de stages gegeven. Alles, weet je wel. Ieder barretje was een soort van Efteling hutje. Je kon op ontdekkingstocht. Een festival is voor mij echt een avontuur. In welke stad of dorp in Nederland vertoef je het liefst? In Amsterdam. Niet allemaal weer Rotterdam haten en zo, hè. Mijn YouTube kanaal is een soort van Nederlands elftal dat moet spelen. Daar mag iedereen samenkomen. Heb je het idee dat je werk bij Spuiten en Slikken je daadwerkelijk ook heeft geholpen in je eigen seksleven? Ik ben minder preuts geworden. Ik durf het overal over te hebben en alles te benoemen. En dat is wel heel makkelijk. Dus ik denk het wel. Hallo Gwen. Hopelijk heb je een fijne dag. Mijn vraag is, wat is jouw droomauto? Ik vind een Vanquish heel mooi. Maar dat komt omdat mijn vader hem ook heel mooi vindt. En ze, ik weet niet. Vanquish. Ja, maar eigenlijk een Porsche. Carrera. Of een mooie Audi R8. Sportwagens vind ik heel mooi. Nooit met Dumpert of nooit met Netflix. Oh, jongens. Oh, dat is moeilijk. Ik denk dan nooit meer Netflix. Want de Netflix-series die kan ik ook overal online verder kijken dan.
vragen. Liever grote borst of een grote kont? Het zou een beetje raar zijn als ik, zeg maar, borsten zou kiezen. Dus, kont. Zou je ooit aan iets als Temptation meedoen? Never. 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 Hoe lang ben je al samen met je vriend? 3,5 jaar. Boeien. Ga je nog meer content maken op YouTube of loop ik alleen vlogs? Die mega leuk zijn, by the way. Oh, dank je. Ik vind het echt heel leuk als jullie zeggen dat de vlogs leuk zijn. Ik ga meer maken, maar de vlogs zijn eigenlijk een beetje om het kanaal weer aan te zwengelen, omdat het heel lang heeft stilgestaan. Wat is een absolute no-go tijdens de seks? Op je telefoon kijken. Niet doen. Nooit. Ik ben 28, voor iedereen die het vraagt. 28. Wil je ooit kinderen en hoeveel? Ik wil wel ooit kinderen, denk ik. Eén of misschien twee. Wat is je meest nare drugservaring? Paddo's. Dat kan je ook nog terugkijken online. I'm dead inside. Gefeliciteerd. Wat is jouw mening over het leven? Het leven is leuk. Het leven is... Oh, jongens. Ah, het zijn zoveel vragen. Ik weet niet waar. Ik denk dat ik gewoon nu ermee moet kappen. Want ik kan hier nog wel tot morgen vroeg zitten. Ik ben denk ik al een uur vragen aan het beantwoorden. Ik hoop dat ik een beetje jullie vragen heb kunnen beantwoorden. Dit was mijn allereerste Q&A. Ooit. Ik ga dit sowieso nog wel een keertje vaker doen. Maar dit was hem voor de eerste keer. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Abonneer je. Laat wat achter in de comments. En like de video als je hem leuk vindt. En ik zie jullie dan volgende week met een vlog. Dat is sowieso al zeker. Hele dikke kus. Tot de volgende keer. Muah.